De gemeente Ede en het Kröller-Müller Museum hebben de afgelopen week een convenant ondertekend met als doel meer samen te werken op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Na het ondertekenen van het convenant was het tijd voor het bewerken van een fragment van Van Gogh, Landweg in de Provence. Nou, dat is om te laten zien hoe moeilijk het is natuurlijk, maar ook om kinderen, scholen te laten zien van goh, hoe leuk het is om te schilderen. En ook bekendheid te geven aan kunst, want die ezels, digitale ezels heten ze, die komen in Cultura te staan. En dan kan iedereen die dat leuk vindt, die kan dat gebruiken. We hebben een convenant ondertekend met onze gemeente en dat is Ede. En dat onderstreept onze goede verhoudingen die we al hadden en die we nog verder willen gaan uitbouwen. En dat is heel belangrijk. Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat we doen en elkaar te ondersteunen waar mogelijk. En voor ons museum is het natuurlijk van groot belang, wij liggen in de gemeente Ede, dat de gemeente ook ondersteunt wat wij doen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de 3000 kinderen die door deze samenwerking jaarlijks naar het museum komen. We hebben als doel gesteld dat elke basisschoolleerling toch één keer in die schoolperiode naar het Kröller-Müller moet komen. En dat vinden we heel belangrijk, dat wij daarin worden ondersteund. Daar is dit convenant natuurlijk ook voor. Daar zijn we ook heel blij mee, dat het een voortzetting is van al een uitstekende samenwerking met Kröller-Müller. En afgelopen jaar al zijn er 3000 kinderen uit Ede naar Kröller-Müller geweest om daar educatie op dit gebied te krijgen. Waarom Kröller-Müller? Ja, dat ligt in onze gemeente. En het is natuurlijk een wereldberoemd museum waar de kinderen dan kennis van krijgen. En ja, jong geleerd, oud gedaan. Nou, educatie is altijd belangrijk, maar ook cultuur, educatie, zeker ook voor de kinderen hier uit de buurt. Daarom hebben we ook een convenant gesloten, gemeente Ede en Kröller-Müller Museum, voor ook scholenbezoek bijvoorbeeld, voor die cultuur, educatie. Is goed voor ons als gemeente en ook goed voor het museum. Wat gaan de kinderen ongeveer leren als het aan u ligt? Het besef dat kunst belangrijk is voor onze samenleving, dat cultuur heel erg leuk kan zijn en dat kunst heel erg leuk kan zijn, dat ze daar zelf iets mee kunnen doen, maar dat ze er ook gewoon van kunnen genieten als ze ernaar kijken. Gaat het alleen maar om kinderen of zijn er nog meer doelgroepen? Nee, natuurlijk gaat het niet alleen over kinderen. Maar hoe jonger je begint, hoe beter het is, denk ik. Maar volgens de Atlas der Gemeente zijn de Edenaren ook de gelukkigste mensen van Nederland. En daar willen we graag nog een extra steentje aan bijdragen. Want wij denken dat het voor iedereen goed en leuk en nuttig misschien, maar vooral goed en verrijkend is om in contact te komen met kunst en cultuur. En dan ook nog eens een keer in zo'n prachtige omgeving als hier. Dat draagt voor iedereen toch iets bij aan het leven. Wat kunnen de kinderen daadwerkelijk hier leren? Nou, misschien hoeven ze niet zo verschrikkelijk veel te leren. Ze moeten vooral misschien dan toch leren hoe leuk het is om met kunst om te gaan. Dat het niet iets is wat heel ver van je bed hoeft te zijn, wat ook heel dichtbij kan zijn. En ze leren hier om daarover van gedachten te wisselen met elkaar. En dat is vooral heel belangrijk. Je hoeft niet per se iets te leren of iets mooi of lelijk per se te vinden. Maar het gaat erom dat je ermee in contact komt. Dat is het belangrijkste. Als dat nooit gebeurt, dan mis je ook iets naar ons idee. Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur, dat iets bijdraagt aan je leven. Dat iets is wat je kan uittillen boven je dagelijks bestaan en alle gedoe en alles wat je dagelijks aan je hoofd hebt. Maar dat je even hier in dit museum, in deze prachtige omgeving, ook zeker mate tot rust kan komen en je gewoon even naar dingen kan kijken en dat in je op kan nemen. Heeft de gemeente Ede genoeg te bieden aan kunst en cultuur, vindt u? Nou, ik denk dat wij heel veel hebben, maar het kan altijd nog beter. Ook kleine leuke dingen, straatartiesten bijvoorbeeld. Je hoeft niet meteen aan grote concerten te denken of de grote musea. Maar ook de kleine podia, het poppodium bijvoorbeeld, kan altijd meer en beter. Belangrijk van het convenant is ook dat wij elkaar ondersteunen waar dat mogelijk is en dat er soms ook ineens iets op kan komen. Dus denk ik, oké, dat is goed om in samen te werken en dan pakken we dat op. Het is een convenant wat vooral gebaseerd is op onze goede verhoudingen. En dan kan er ook zomaar ineens iets komen waarvan we het goed vinden dat we daar elkaar in ondersteunen of zo'n plan oppakken. Krijgen we nog ooit de schilderijen van u te zien? Nou, ik weet het niet. Ik had een 7 voor tekenen, maar ik had ook altijd een hele aardige tekenleraar. Ik geloof niet dat mijn talent daar ligt. Het is wel leuk om te doen en om te proberen. En als je het veel doet, denk ik dat het ook wel beter gaat. Maar ik denk dat ik andere talenten heb. En had u ook een 7 voor tekenen? Nee, ik zelf was niet zo heel erg goed in tekenen. Jammer genoeg. Maar het lijkt me erg leuk om dat goed te kunnen. En ik heb dat te laat ontwikkeld, denk ik. Wat ik vaak soms doe is mandala's vullen met mooie kleurtjes. En dat lukt me aardig.
Ik heb de andere twee mensen ook gevraagd. Wat had u voor tekenen? Ja, ik vrees dat ik een heel goed cijfer had, maar ik kan er niets meer van.